Dag squashliefhebbers. In dit filmpje gaan we uitleggen wat de techniek is van de forehand bij Squash 57. Alles begint eigenlijk bij de voorbereiding van de slag. Bij de rechtshandige plaatsen we onze linkervoet voor. Onze linkerschouder gaan we een beetje indraaien, waardoor er een torsie is in de bovenlichaam. We brengen ons raket eigenlijk langs ons hoofd. We blijven naar beneden kijken en dit is eigenlijk de voorbereiding van de slag. Wanneer we gaan slagen, gaan we ons raket eigenlijk in één rechte lijn naar beneden brengen. En we blijven die lijn volgen tot als we geslagen hebben. Na het slagen gaan we ook niet direct al vertrekken. We gaan eerst de slag mooi afronden en dan pas vertrekken. We blijven ook naar beneden kijken gedurende de slag.